Dan gaan we van start. Even kijken. Wie zou er willen beginnen? Ik stel voor om niet te beginnen met muziek. Dat is lekker er even verderop, denk ik. Petra, durf jij te beginnen? I can try, but as I said, Zoom really hates me. So let's see if this works. In the worst case, I also send the presentation. It's a very short presentation to Morgana in case of. So I just have a really short presentation about the herbs that I use, usually around this time and in preparation for either a little ritual or celebration. So the first one is rosemary. Rosemary is one of my favorite herbs to work with. And it mostly stands for protection, mourning, and remembrance. And for protection, I always have it outside of my front door. There's always like a bundle hanging. And I also use it, mix it with other herbs to cleanse the space. I mean, I know people usually sometimes use white sage, but that's also a bit, what do you call it? Maybe it's not the best to use that. But so I really work a lot with rosemary, mix it with rose and sometimes mugwort for cleaning the space. Rosemary is also a herb for mourning. The Romans, I know, used to use it for funeral processions. It would sometimes also be thrown, like today people usually throw roses to be buried with their loved ones, but they also use rosemary. I know, I think Egyptians also use it for embalming, but I'm not completely sure about that. I'm not a historian, so. And I also use rosemary for remembrance, because in herbalism, rosemary is very much used for to help you with anything memory related, and spiritually I also use it for that, so to reminisce and to really try to, because this time you want to honor your ancestors, you want to honor those that passed, so you can burn it, you can make a tea out of it and do anything to help you remember them. And I think also rosemary for me, since it's an evergreen, so it also kind of symbolizes this eternal life cycle. The second herb that I really use around this time is just rose and rose petals, for love, for balance and rebirth and renewal. The rose has always been a symbol for love, so I don't think I really have to go deeper into that. So you sometimes see like images of Aphrodite or something that is just adorned with roses. For balance, because the rose is usually like just a beautiful flower, but it also has its thorns. And for me, that's also linked to new beginnings and loss, which is then again also linked to rebirth and renewal. So rose for balance. And the third one is, I also added the Dutch names because I wasn't sure if everyone knew what mugwort was. I hope this is the right one. For meditation, divination, and protection. So again, you can make, like here I made a little smudge stick with just rosemary and rose petals that I will use later on. You can also add the mugwort to it. To clean the space that you're working in. You can also make a kind of a ritual bath with mugwort if you want to help with any divination practices. Or if you want to have maybe more lucid dreams, you can make a bath out of it and then go to bed. And for protection also. So again, like make incense out of it, burning. Burn it in your little space. What I'm also going to do this year with mugwort, like every year I tend to make not a big broom, but like a little broom. So you can go outside, gather any twigs or branches, make a broom out of it. And I tend to add the mugwort into it. So when you want to cleanse your space or use it for any kind of cleansing, you can do that as well. And then made a little tea that I usually also make. So with rose petals, rosemary, and then just
add cinnamon, because cinnamon is always nice this time of year, I think. And you can use it as a tea, or I also tend to just leave it until it's completely cool, put it in bottles and use it after a shower as an extra rinse at the end. Like, you don't have to rinse off, but you always then can get a nice rosemary smell to your hair. yeah, that was my herb that I use for Samhain every year. Thank you very much. And that was really a nice presentation. Is there anyone who would like to ask a question? Oh, hello, Kort. Over rozen. Nou, ik weet in de Balkan, in Bulgarije en alles, en dat hele contraire rozen zijn ontzettend belangrijk. Maar wat veel mensen associëren rozen en de geur van rozen met de dood. En dat is ook de verbinding waarschijnlijk, Peter, waar mensen hebben. Het trekken is dat de bloemen wat je gebruikt in wreaths en alles en al, het zijn vaak geen rozen. Lelies worden inderdaad in het westen gebruikt voor bij uitvaarten. Maar rozen, de geur van rozen is wel... Mensen zeggen soms, als ik de geur van rozen ineens ruik, dan weet ik de dood eigenlijk in de buurt is of zoiets. En inderdaad, rozen worden vaak verbonden met dood. Dus dat wil ik gewoon even toevoegen. Ik zie een hand van Ben. Dankjewel, Morgana. Een vraagje dat ik daarbij had, heeft de kleur van die rozen ook bepaalde betekenis? Want dat hoor ik vaak, dat naar gelang de kleur van de roos die je gebruikt, dat je daar een andere betekenis aan hecht of dient aan te hechten of aangeeft. Ik heb er zelf weinig ervaring mee. Ik weet dat er witte, rode, gele... Je kan het zo gek niet bedenken, als je op het juiste seizoen door Lisse en omgeving rijdt, dan is dat... staat dat vol van tulpen en rozen maar hebben daar ook de kleuren daar een bepaalde betekenis bij? Yeah, I've researched a lot about color also because just in general design kind of, but every country or every culture has different associations with colors. So for us, maybe white means peace or whatever else it can mean. I can't think of anything now. But in China, I think it has a different meaning, just as red. Red is happy there. And in some countries, it could mean danger. So I think it all depends what you associate it with. We tend to associate black with death and mourning. Whereas, for instance, many of the Eastern countries, it's not black, but it's white that is associated with death and mourning. So yeah. The white opposite. Yeah, I think for me, that's why I also called it kind of my herbs for Samhain and stuff. Like, this is what I associated with. I know a lot of people maybe hate rosemary or don't use it for those practices, or maybe even roses. So it's, but yeah, color is very, I just tend to use what I have in the garden. Thank you. Well, yeah, it is hoe je zelf mee werkt, hè? Well, yeah. Nou heb ik volgens mij iets verkeerd begrepen. Morgana, had jij wel of niet iets voor kunnen bereiden? Jawel, maar het is geen spreuken. Dat was voor Pagan World. En daar ben ik nog bezig. Ik ben bezig om iedere kwartaal, onze tijdschrift, de newsletters die komen echt om de 3 maanden uit. Dus ik heb de laatste tijd voor Nederland gewoon zitten kijken naar allerlei weerspreuken. En uit de boerenalmanakken en al dat soort zaken. Dus ik ben dan nog bezig met oktober, november, december. Dat is natuurlijk herfst. Dus dat krijgen jullie te goed. Maar ik heb wel iets gevonden. En ik heb besloten om het te vertalen in het Nederlands. Dus het is een beetje een try-out, kijken of het loopt een beetje. Maar vaak bij Samhain, natuurlijk denken we aan de doden. We zeggen ook vaak dat de sluier tussen de werelden gewoon heel dun is. Heel dun. Maar het is een momentopname eigenlijk.
En wij binnen onze traditie zien Samhain ook als the reaffirmation of life. The reaffirmation, dus met de andere woorden, dan ga je gewoon het hele seizoen, cyclus bekijken en op bepaalde momenten herinner je inderdaad ook je ancestors enzovoort enzovoort. Dus deze is een gedicht om de God te eren, eigenlijk ook door het hele jaar heen. En speciaal bij Samhain. Ik ben de God die wacht. In de doden van het jaar, in het donker van het leven. In de diepten van het bos waar geen vogels zingen. Daar zal je weer rusten in mijn hand. Wees onbevreesd om naar het hoofd mijn dood te kijken. Want ik heb andere gezichten en een andere hand. Om opnieuw te geven wat ik neem. Kom graag naar mijn oproep. De grote moeder houdt mijn belofte in. En geen dieven zullen van u stelen. Nog kwaad doen jullie kwaad. In het kompas van mijn hand. Onthoud dat je me vertrouwde in de lente. Groene kinderplaatsen. Betovering vinden. Vond me vrolijk in zomeraanwezigheid. Wanneer je trouwt. Vrees om mij niet te ontmoeten in de herfstbochtjacht. Krimp niet voor mij in de wintersneeuw. Heb je de terugkeer van het leven op aarde niet gezien? Veilig onder mijn hoede. Zal ik minder voor jullie doen, mijn kinderen? Ik ben de grote heer van de dood die op je wacht. Heb vertrouwen in het leven en vertrouw op mij. Als de cirkel van het jaar. Breng de tijd van mijn domein voort. Neem mee in jouw hart. Zoals je ooit in de mijne bent geweest. Beste Bing. Mooi. Ja. Nou, ik denk dat dat een goed experiment is, Morgana. Dank je wel. Helemaal mooi, dank je. Indrukwekkend. Het lijkt mij een goed idee om nu een stukje muziek te luisteren. Daarvoor is Marjolein bezig om te kijken of ze het kan vinden op de telefoon. Anders Jiska even laten pakken. Ja, ga Jiska gaat eerst. Precies. Oké, okay, prima. Wil jij het verhaal vertellen? Ja, ik heb een verhaal uitgezocht uit een boek. Ik heb een serie boeken van Diana Monson en Maren Briswalter, waarin de jaarfeesten in totaal gecoverd worden. En dat zijn eigenlijk kinderboeken. Maar de verhalen zijn zo raak dat ik er als volwassene nog steeds van geniet. Al zijn mijn kinderen intussen al een heel stuk groter. Maar ik gebruikte die boeken al toen zij nog heel klein waren. Dus dit is het verhaal Pompoengezichten. En Alwine is de grootmoeder en Sonja is de kleindochter in dit verhaal. Alwine was verdiept in een meer dan 100 jaar oud boek. Een traditioneel broodrecept had haar aandacht getrokken. Oh, dat had ik voor ons oogstdankfeest moeten vinden, fluisterde ze, net toen Sonja bij haar binnenstormde. Grootmoeder, grootmoeder, ik heb een pompoengezicht gezien. Zo een als jij altijd maakt. Waarom zijn die eigenlijk ook alweer? Alwine kreunde en keek op van haar boek. Oh, zo, dus jij hebt een pompoengezicht gezien. Dat is fijn. Ja, maar waarom zijn die ook alweer? Ik ben het vergeten, vroeg Sonja voor de tweede keer. Nog steeds was ze er opgewonden over. Nou, kom bij me zitten, kleine wervelwind, zei Alwine. Ze wist dat haar kleindochter haar geen rust zou gunnen eer ze een bevredigend antwoord op haar vraag had gekregen. Want zo was ze nu eenmaal, haar weetgierige Sonja. Pompoengezichten, begon Alwine, zijn een zeer oude traditie die op het moment opnieuw in de mode is geraakt. Ik heb de aanplakbiljetten in de stad al gezien. Want binnenkort wordt het overal Halloween, de avond voor Allerheiligen. En met veel poeha zullen voor algemeen vermaak de boze geesten verdreven worden. Nou ja, zo is dat tegenwoordig nu eenmaal.
Maar vroeger was dat geen lolletje, maar een heel ernstige aangelegenheid. De pompoenen of ander helderstralende gezichten moeten de geest van de plant danken. En de geest van de plant de mogelijkheid bieden om nog een tijdje in de vrucht te verblijven. En met de geest van de plant zijn deze stralende gezichten nog angstwekkender voor iedere woesteling die van plan is kwaad te doen. Ja, dat zag Sonja wel in, dat was duidelijk. Maar waarom heb jij nog geen pompoengezicht voor de geest van de plant gemaakt, wilde ze toen weten. In de eerste plaats, zei Alwine, omdat geesten in alle vruchten van ons oogstdankritueel die we bewaard hebben hun toevlucht kunnen vinden. En die liggen immers nog klaar, kreeg ze als antwoord. En ten tweede, mijn lieve kind, komt dat natuurlijk nog. Ik wacht tot de nevelslierten weer beginnen te dansen, want hun allesverhullende sluiers kondigen dan vrouw Percht aan. En dit jaar maak ik trouwens geen pompoengezicht, maar een knolgezicht. Als je wil, kun je me helpen. Dan hebben we twee angstaanjagende, lichtgevende knolgezichten die ons huis beschermen. Hé ja, riep Sonja, en dan maak ik er meteen drie. Dat worden zulke griezelige knolgezichten dat vast iedereen bang ervan wordt. Alwine lachte en aaide haar Sonja liefdevol over het hoofd. Oh, wat een heerlijk verhaal. Dank je. Gelijk de echte oorsprong van de pompoenen, hè? Knollen waren het vroeger. Ja? Prima, dank je wel. Ik kan de link in de chat doen. Misschien dat iemand anders het filmpje even kan starten. Ja, natuurlijk. Prima. Kies ja? Oké, we hebben nog een paar minuten. Ik ben benieuwd of iemand nog iets wil toevoegen over de dingen die besproken zijn. Over de dingen die gehoord zijn. Want we hebben vandaag heel veel gehoord en gezien en besproken en gedeeld. Wat volgens mij een van de belangrijkste dingen is van Halloween. Maar ook van deze avondjes, middagjes. Ik denk dat Morgana ons nog wel iets kan vertellen over het vervolg. Over de volgende keer. Of, ik wilde eerst Soleil en Jochem en Peter bedanken voor het voorbereiden van deze middag. Meestal zit ik achter de control panels en alles en nog wat, maar deze keer was ik echt op reis. En de afgelopen tijd hebben we ontzettend veel gedaan en dat heeft Rose gezien, nog een paar mensen voor de Parliament of the World Religions. Peter heeft ons ruimtelijk en Soleil ook vertegenwoordigd op de Parliament of the World Religions. Dat wil ik niet laten voorbij gaan. Mijn dank daarvoor, want het is echt een lange zit af en toe. Technische problemen. Dus jullie hebben een paar. Wij doen veel op onze PFI YouTube channel. Deze worden ook later edited en daar ook geplaatst. Dus als je zegt van nou, ik wil gewoon iets meer informatie over PFI. Ga vooral naar de PFI channel. Maar ook als je zegt, nou, ik wil inspiratie doen. Wij hebben al deze ronde vuur. Dit is de laatste in deze serie waar we gaan opnieuw beginnen met Yule. Dus en dan kunnen we alvast denken aan wat we met Yule willen vieren. Maar met deze is onze jaarcyclus helemaal afgerond. Dus ik vind het een hele mooie prestatie. Je ziet het, iedere keer wordt het beter en groter en leuke. En we hebben ook gezien dat er veel meer mensen vinden het leuk om dingen te delen. Is er mensen een beetje van, oh, ik weet niet hoe het moet. Dus vooral een try-out is een mooie plek om het te doen. En als jullie vragen hebben, kunnen we ook stellen. Dus ik wil even afsluiten. Maar zijn er nog vragen? Nee? Ik wilde ook eventjes een mededeling doen over Ben. Ben is natuurlijk onze contact in België. Ik had gehoopt dat een paar mensen uit België zouden met Ben meekomen. Maar we moeten iedere keer... maar misschien een nieuwe ronde, Ben, dat we ook mensen uit België kunnen verwelkomen. Blijft werken, wij maken het kenbaar. Wat wel leuk is dat de Pagan Cafés... in Wallonië, het Frans gedeelte van het land, dat die opnieuw opgestart zijn en dat die opnieuw lopen. Ja. We hebben er eentje gehad. Deze maand hebben we er opnieuw eentje 14 november. Fantastisch. Dus we proberen steeds meer toegankelijk te zijn voor een hele grote groep mensen.
Vaak kunnen we niet bij elkaar zijn, maar we kunnen inderdaad online wel zijn. Dus de contacten laatst met PF, PFI, PF Scotland. Dus als je vragen hebt voor onze Schotse vrienden. We hebben uiteraard ook een opdracht van PF Scotland gekregen, maar dat horen jullie een andere keer. Maar hou PFI in de gaten. Jullie hulp is nodig. En we zeggen altijd, PFI probeert inderdaad de mensen en de leden, vrienden gewoon actief te houden. We zijn op vele gebieden bezig. Interface, maar advocacy en vele dingen. Maar het vieren van feesten is onze, natuurlijk onze hoofdmoot. Onze spiritualiteit ook en onze ideeën en onze creativiteit ook kunnen delen. Dus mijn dank aan jullie, die hebben het laatste jaar ook ontzettend veel bijgedragen. Jiske heeft ook ontzettend leuke dingen bijgedragen. En in Postbase is helemaal wakker geworden van, hey, we hebben hier in het noorden ook in dialect ook veel dingen te bieden. Dus jullie, ik denk Roos, misschien volgend jaar op nieuwe cyclus hebben jullie uit Tilburg. Die contraien ook een Brabants. Kom met je legendes. Kom met je Nederlandstalige dingen. En ook uit België vinden we ook leuk natuurlijk. Dus bij deze wil ik nogmaals jullie allemaal bedanken. Ik weet, Soleil, je had iets te zeggen? Ja, als je allerlei mensen benoemt die mooie dingen delen. Ik zou heel graag bij Joel ook een nieuwe kruiden tip van Petra willen horen. Eigenlijk wel heel graag. Maar fantastisch, fantastisch. Nogmaals, hou ons in de gaten. Leden hebben ook toegang tot Pagan World en de PFI newsletter. We proberen ook artikelen in Spaans en andere talen, Engels uiteraard ook. Maar dat is een toegevoegde iets als je lid wil worden. Dus dat hopen we dat jullie ook af en toe ons willen. Ja, bijdragen met alles en nog wat. We hopen volgend jaar ook natuurlijk een gathering echt live te doen. We hebben dit jaar ook weer online moeten doen. Maar we proberen toch wel elkaar te ontmoeten. En dat hoop ik volgend jaar dat het echt een keertje gaat gebeuren. Maar voor de time being, ik zou zeggen, online is ook prima. We houden elkaar gewoon in de gaten in de zin van, we care for each other, caring and sharing. Dat zeggen we altijd. Dus blijf maar sharing en blijf maar caring. Oké. Ik wens jullie ook een hele fijne Samhain, Halloween, All Hallows Eve. Jay, als jij meer informatie over PFI wil hebben, dan zijn wij, je bent nu al aangemeld bij het forum. Dus schroom niet als je vragen wil. Petra is ook in Limburg, maar ja, dit is een beetje ver van Groningen. Ik ga de recording nu stopzetten. En nogmaals, jullie hartelijk danken voor het afgelopen jaar. En een hele fijne Samhain Halloween toegewenst. Fijne middag allemaal.